Hallo allemaal en welkom bij de tweede ronde van de finale bij het NK Vrouwen. In de eerste ronde waren er drie beslissende partijen. En nu in de tweede ronde is het aan de verliezers van de eerste ronde om terug te komen in de wedstrijd. Nou, zoals in de vorige video ook is uitgelegd, zijn er drie wedstrijden om de vijfde en zesde plaats, om de derde en vierde plaats en om de eerste en tweede plaats. En we beginnen in deze video bij de vijfde en zesde plaats tussen Robin Dusson en Annemaya Kazarian. En Robin Dusson heeft de eerste wedstrijd gewonnen en nu is het dus aan Annemaya Kazarian om ervoor te zorgen dat ze nog terug kan komen in deze tweekamp. Nou, hoe doe je dat als je een punt achter staat? Ja, je kan twee verschillende dingen doen. Je kan er keihard tegen ingaan of je kan het rustig aanpakken. En Annemaya die koos er een beetje tussenin. We gaan vanaf het begin kijken en het was een Siciliaans op het bord. En na deze zetten kiest in de timing off Kazarian ervoor om G3 te spelen. Dat is toch een lastig systeempje vaak tegen het Siciliaans, want wit zet de koning redelijk veilig neer, maar wit heeft absoluut agressieve intenties om een keertje met F4 het centrum en de koningsvleugel aan te vallen. Dus G3 is absoluut niet zo onschuldig als dat het lijkt. En na deze zetten doet Robin Dusson een mooie aanvallende zet met H5. En het idee van H5 is om een beetje de witte koningsstelling te verstoren daar. Kazarian speelt H3 en het idee daarvan is om G4 goed te kunnen spelen zonder dat die pion vanaf H4 doorstampt naar H3. Dus tot nu toe eigenlijk vrij weinig bijzonders. Het paard gaat naar E7, gaat vaker naar F6, waardoor de stelling al meteen redelijk uniek wordt. Maar het idee van het paard naar E7 is dit, namelijk dat je slaat op D4 en vervolgens het volgende paard op C6 zet. Ook dit komt voor in verschillende Siciliaanse varianten. Nou, de dame gaat naar D2. Best een uniek veld, maar dat gebeurt vaker dat die dame zo voor de loper gaat staan. En daarmee zeg je eigenlijk met wit dat je de loper op B2 wil gaan ontwikkelen. En je dekt alvast dat paard, dus dan kan je B3 doen zonder dat dit paard een keertje ongedekt komt te staan met de dame die er al een beetje naar kijkt. Zwart speelt loper C5, koning H1, mooi aan de kant. En H4 wordt gespeeld. En dit lijkt wel een hele logische zet, maar het speelt wit misschien wel een klein beetje in de kaart. Want als je zometeen ook nog de F-pion erbij zet, dan heb je wel heel veel pionnen daar naar voren gespeeld. En zeker doordat ze nu korte rokade speelt, wordt die pion op H4 in één keer een doelwit. En het was waarschijnlijk beter om in deze stelling eerst nog eventjes iets als B5 te spelen. En als wit dan naar voren komt en vervolgens ook nog de loper aan de andere kant gaat ontwikkelen, dat zwart in ieder geval alvast de stukken wat beter heeft ontwikkeld en daarmee sneller tegengas kan geven, bijvoorbeeld over deze lange diagonaal. Dat ontbreekt een beetje in de partij. Dus na korte rokade speelt Kazarian ook F4, komt er weer B5 en nu meteen daarmee 1. Recht op het doel af, namelijk die pion op H4. En daarna zien we wel verder met wit. Dus Kazarian vanaf de opening, nadat ze een redelijk degelijk opzet kiest, zie je meteen erg agressieve intenties. Je wil winnen. Nou, Robin Dusson is absoluut niet van het benauwde hier. Dat is eigenlijk wel leuk om te zien, want ja, ze heeft dan een halfje genoeg om deze match te winnen. Maar in plaats daarvan gaat ze hard tegen hard. En dat is leuk om te zien. En ze doet hiermee een dreiging op de pion op C2. En Kazarian die gaat er ook voor. Die slaat op H4 en het bord begint een beetje in brand te staan. Paard maal C2. En dit is een hele mooie stelling om eens even na te denken over hoe je verder zou gaan met wit. Dus zet hem even stil om er naar te kijken. Oké, nou. Deze stelling zat ik ook naar te kijken tijdens de wedstrijd zelf. En ik zat vooral zelf te kijken naar de zet E5. En dat is redelijk gevaarlijk, want daarmee open je ook de diagonaal naar je eigen koning. Maar het idee is vooral dat dit veld E4 beschikbaar komt voor een loper die op H7 mat dreigt met de dame en ook een ongedekt paard aanvalt. En het is redelijk gevaarlijk. Dus ik zat een beetje te zoeken of je hier misschien variantjes hebt. En bijvoorbeeld naar loper naar B7 en als dan het paard naar E4 komt. En nou ja, die moet hij natuurlijk niet slaan, want dan heb je een dubbele aanval tussen deze twee, zoals eerder gezegd. Maar het probleem is dat de computer een hele mooie oplossing vindt naar paard E4. Dat paard op E4 trouwens, dat wil ook gaan helpen om op H7 daar mat te zetten met de dame. De oplossing is echt computerachtig, namelijk loper naar E7. Gewoon een stuk weggeven. En de reden dat dit kan, is dat het de dame weglokt van de aanval. En dan zelfs naar de zet dame naar C4 staat er in één keer een paard in en een toren in en wit heeft geen aanval meer. En de witte koning staat verschrikkelijk onveilig. Dus zet E5 was niet echt de beste zet. Kazarian vond wel de beste zet, echt heel erg sterk gespeeld, namelijk F5. En daarmee laat ze de toren instaan. En dan kan je je natuurlijk meteen afvragen, wat gebeurt er dan als die toren wordt geslagen? Nou ja, dan gaat die pion doorstomen naar F6. Zo, naar F6. En het idee van F6 is dat hij daarmee G7 aanvalt. Die dame die kan erbij komen om G7 aan te vallen. G6 is meteen verliezend naar dame H6, want dan kan hij mat geven. Dus dat werkt natuurlijk niet voor zwart.
En als die wordt geslagen, is dat ook levensgevaarlijk. Na toren man F6 zie je dat er heel veel stukken van wit bij de zwarte koning staan. Een dame, een toren en nog een loper kan er ook nog bij komen op verschillende velden. Dus dit is volledig gewonnen voor wit. En zwart kan nog wel dingetjes als loper naar D4 doen. Maar ook hier kan wit verschrikkelijk veel lompe dingen doen. Zoals bijvoorbeeld loper naar H6. Als zoiets als loper man F6 komt, hak je die er natuurlijk af. En als die zou geslagen worden, dan hebben we weer daar een aanval op G7. Dus de aanval is naar F5 in één keer heel erg gevaarlijk. Dus F5 wordt gespeeld door Kazarian, goed gevonden. En verdedigen is altijd lastig. En de verdediging die Robin kiest is niet onlogisch. Maar ja, de computer is het er niet mee eens vanwege één variantje die waarschijnlijk ze niet vooruit heeft gezien. Want ze speelt F6, loper F4 komt, een mooie tussenzet om die dame aan te vallen. En daarmee maakt het ook vrij voor de toren. En als die toren nu weg kan komen, dan staat wit gewoon klaar om de aanval vervolgens verder door te zetten met zetten als G5. Maar ook de zet E5 zit in de stelling. En als zwart E5 speelt, dan staat het veld D5 in één keer weer heel erg slecht voor het paard daar voor zwart. Dus het is echt een lastige stelling. Loper D6 komt en dit is tactisch fout vanwege de volgende manoeuvre. Loper maal D6, dame D6 en E5. Een wegtrekaanval van de loper op die toren. En nu zie je hoe belangrijk het is om eigenlijk de actie allemaal aan te gaan als je volledig al ontwikkeld bent. Want in die andere variant die ik eerder liet zien, had de loper al op B7 gestaan. Nu niet. Nu komt dame maal E5, loper maal A8, paard maal A1. Er wordt even gereld op E6 en toren maal A1 komt. En ik wil nog één dingetje laten zien. Want hier komt B4 en daarmee hoopte Robin waarschijnlijk om een beetje chaos te creëren in het kamp. En als Annemarije bijvoorbeeld paard naar D1 had gespeeld en zoiets als toren D8 was gekomen, dan zie je dat de witte stukken eigenlijk allemaal een beetje raar staan en niet samenwerken. En dus is er nog, dan heb je swingdoelkansjes hier met zwart om het moeilijk te maken voor die witte koning. Kijk maar bijvoorbeeld naar die toren die een keertje binnen gaat komen op D2. En de dame die oogt naar E1, zolang de dame op H4 daar staat. Nou ja, daar kan je op spelen. Dus dit is mogelijk waar Robin op speelde. En Annemarije die speelt de zet, heel logisch lijkt het, toren naar E1 tussendoor. Maar hier heeft Robin een kans om toch nog de stelling gelijk te trekken. Zet hem even op stil om te kijken wat het is. Ja, de zet die wordt duidelijker als je dit ziet. Robin speelde dame B8 en daarmee laat ze de zet loper E4 toe. En daarmee is eigenlijk haar hele partij in één keer verpest. Want ja, ze staat een stuk achter en er is een mat, of nou, dat is geen matdreiging, maar het is wel levensgevaarlijk wat hier gebeurt met de dame en de loper die zo binnenkomen over de witte velden. Dus het gaat snel uit hier. Deze dubbele aanval, hè, want de dame valt een loper aan en de pion valt een paard aan, was pas goed geweest als je eerst even de zet, niet voor wit G5, maar voor zwart G5 had gespeeld. Daarmee, ondanks dat je de koningsstelling opengooit, moet de dame terug naar F2, want die moet de toren blijven dekken. En dan pas dame B8 en nu is de hele zet loper E4 een zet zonder dreiging, want er is geen witte dame meer die naar H7 kijkt. Ze vond hem niet en na loper naar E4, loper B7... En er kwamen wat schaakjes en vervolgens werd er gereld. En nog weer verder gereld. Ja, stond Annemarije een stuk voor in een eindspel. Net als gisteren stond Robin Dusson een stuk voor. En werd het gewonnen door Robin in het eindspel. En nu won Annemarije ook. Dus Annemarije trekt de score gelijk. Er kwam geen barrage, waardoor ze allebei dus op de vijfde plek zijn geëindigd. Dan gaan we door naar de volgende partij. En dat is tussen Eline Roebers en Maaike Keetman. En Eline won gisteren, dus het is aan Maaike Keetman om de stelling dan, of ook de score gelijk te trekken. En ze zal ongetwijfeld hebben afgekeken bij Annemarije, die agressief te werk ging. En zelf deed ze dat iets anders, namelijk door dit zijvariantje in het Siciliaans, namelijk met terugslaan met de dame. En de dame E3 is nog minder gebruikelijk hier. En je zal eigenlijk zien wat het idee is. Want we gaan een paar zetten verder. Er wordt gespeeld, de toren gaat zo meteen naar D1 toe. En wit lijkt zich op het centrum te focussen, maar dat is niet echt het idee. Het idee van deze variant gaat om deze dame. Maar de vraag is, moet je nu dame F4 spelen of moet je eerst even A3 spelen omdat dit paard mogelijk vervelend gaat doen op C2? Nou, Maaike koos voor A3, maar het probleem was in de partij dat nu Eline de stelling behoorlijk goed onder controle had. Het kostte dus een zet, die zet naar A3. Want als ze voor deze stelling meteen dame F4 had gespeeld, is eigenlijk paard B4 niet zo'n dreiging. En je ziet eigenlijk een beetje hetzelfde wat er gebeurde met de partij met Robin en Annemarije Kazarian. Want de dreiging is om op C2 te slaan. En ondertussen gaat de dame naar H4, net als in de partij van Kazarian en Robin. En wit negeert de dreiging.
Terwijl zwart dus slaat op c2. En in dit geval zou wit nog wel even de toren opzij zetten. Maar dit paard op c2, ach, die heeft allemaal zetten verspeeld om op c2 te komen. En wat wil wit doen? Ja, wit wil een Grand Prix-achtige aanval spelen. Dus met het paard naar g5, de loper naar h6. En dit is een typische opzet tegen dit soort stellingen. Het idee is om uiteindelijk te gaan slaan op h7 met je dame. Nou, dat was het idee van deze stelling. Helaas voor Keetman speelde ze a3. En dat is in principe niet een verliezende zet. Maar daarmee krijgt Eline Roebers genoeg tijd om haar ontwikkeling af te maken. En nu dus paard naar e5 te spelen. En daarmee zet ze de stelling heel erg goed neer. De zet paard d4 wordt gespeeld. Het is een begrijpelijke zet, want je wil eigenlijk niet ruilen, want ja, je moet op winst spelen. Dus met paard d4 hou je de stelling complexer. Toren c8 wordt gespeeld, een mooie ontwikkelingszet. Loper g5, een mooie ontwikkelingszet. Paard springt ertussen op f6. En hier is Keetman mogelijk een tikje ongeduldig met de zet f4. Het is een beetje dood of de gladiolen. Leuke speelstijl, maar na paard c4. Ze komen er wat problemen in de stelling voor wit, want er staat hier een pionnetje in en de toren die kijkt al indirect naar dat paard. Dus als je op b2 slaat, of die nou gedekt is of niet, dan gaat dat paard op c3 dus zo meteen af. En deze diagonaal is ook open en deze diagonaal, oh, de loper kijkt hier naar d4. Dus het begint een klein beetje eng te worden voor wit hier, ondanks de ruimte die wit aan het pakken is. Er komt lopermassa 4, torenmassa 4 en e5. En dit is een mooie rekenstelling, dus als je voor jezelf eens zou willen rekenen wat je zou willen doen in deze stelling met zwart, dan zou ik hem eens op pauze zetten hier de video. En als je daar niet zoveel zin in hebt, dan kijk je lekker verder. De vraag is, kan zwart deze pion slaan? Roebers sloeg hem niet, maar het kan betekenen dat Eline Roebers gewoon had gerekend naar de variant die op het bord kwam en zag, ik kom in een eindspel terecht waarin ik sowieso goede kansen heb op winst met mogelijk remise en dat is genoeg voor de derde plaats. Het kan ook zijn dat ze zich misrekend had. Ze had kunnen slaan op e5. En het grote probleem is dat wit geen goede wegtrekaanval heeft. Want zwart heeft altijd een schaakje. Waardoor dus dat paard niet goed weg kan. Als hij teruggeslagen wordt, springt het paard naar d5. En dit paard staat voldoende keer gedekt. Maar ook dit paard staat inmiddels gepend. En als hij geslagen zou worden op d5, dan zie je in één keer dat zwart het is die echt een mataanval begint. Terwijl wit helemaal nog niet aan het aanvallen is. Dus dit was best goed geweest voor zwart. In de partij speelde Roebers paard dame naar b6. Daarmee viel ze dit paard op d4 aan. En er kwam een grote ruil. Er werd geslagen op f6, werd geslagen op d4. Nu dreigt Roebers overigens een wegtrekaanval, dus daar moet je wel echt wat aan doen. Dame f2 was de oplossing. En na ruil, ruil, ruil en ruil. En toen slaan op f6 stond Eline Roebers gewoon eigenlijk prettig een pionnetje voor. De pion op d6 die kon ook gered worden. En dus staat ze een pion voor. Het lopen paar op het bord. Je kan hier eigenlijk op winst spelen zonder dat je heel erg grote kans hebt dat je verliest. Dus een prettige stelling voor Eline Roebers. Maaike Keetman bleef uiteraard proberen. Het werd nog een redelijk lang eindspel, maar uiteindelijk won Eline ook nog deze partij, waarmee ze de match met 2-0 won en dus Eline de derde plaats heeft gepakt. Dan gaan we door naar de derde en laatste partij. En het is de partij tussen Machteld van Vereest en Anna Haast. En zij spelen om het kampioenschap. En Machteld heeft de eerste partij gewonnen. En dus moet Anne spelen op de winst. En Anne heeft een rustige aanpak gekozen. Ze heeft haar stukken gewoon rustig gepositioneerd. Een beetje aftastend spel gehad van beide partijen. En Machteld heeft een drie rijen systeem neergezet. Zoals je ziet in het Siciliaans. En daarnaast zijn alle stukken erachter goed geplaatst. En dit wordt ook wel eens een egelopstelling genoemd. En een egel die prikt. Nou, en Machteld die gaat zeker proberen zodra wit een aanval gaat doen om terug te prikken, om het zo maar te noemen. Dus nadat we een beetje af hebben getast aan beide kanten, zie je dat Anna Haast begint met spel te maken. En ze speelt F4 en dat is een logische zet, want je hebt daar ruimte om te pakken en je kan aan de aanval gaan. Machteld reageert met B5 en Anne laat er geen gras over groeien en beukt meteen verder met F5. En dit is een heel mooi moment, ook echt typisch in het Siciliaans, zo'n zet met F5. Daarmee legt wit de druk bij zwart. Wat ga je doen, zwart? Laat je het staan, schuif je door of sla je? Machteld koos voor doorschuiven en daarmee gaan we eigenlijk naar een typische Najdorf-structuur waarin er een gat valt op D5. In principe had ze ook kunnen slaan op F5 en dan naar torenman F5 het paard op E5 zetten. En ook dit is een heel belangrijke structuur om te onthouden als je dit niet kent. Beide partijen hebben geïsoleerde pion, maar daarvoor terug krijgt zwart een mooi paard op E5, wat vaak lastig te verzetten is. En wit, ja, wit die kan bijvoorbeeld wat activiteit gaan genereren op de koningsvleugel. Mogelijk dat Machteld hier niet zoveel zin in had, ondanks dat het best een prima stelling is voor zwart.
Nou, e5 was dus een andere optie. En hier zie je dat de strijd om d5 begint. Want Anne Haas speelt loper naar h4 met het idee om te ruilen en vervolgens de heerschappij te pakken van d5. En dus gaat Machteld er vol tegen in en speelt ze d5. Dit is echt een zet waar Machteld ongetwijfeld behoorlijk heeft zitten rekenen. Want als je zelf al nu telt, dan zie je dat wit hem 3 keer aanvalt en zwart hem maar 2 keer heeft verdedigd. Wat is dan het idee? Nou, Anne Haas sloeg hem niet, maar na eenmaal d5 was waarschijnlijk de planning geweest van Machteld om het paard op d4 te zetten. En het idee is dat dit paard wordt verwijderd en dan zie je in één keer dat deze diagonaal beschikbaar wordt om er een keer een loper op te zetten. Dus bijvoorbeeld paardman d4, pionman d4, torenman d4 en in één keer zie je dus die loper naar c5. De computer die vond deze variant nog best interessant, maar bijvoorbeeld zoiets als loper maal f6, maal f6 en de koning maar eens aan de kant zetten. Zometeen gaat Machteld hier nog slaan en dan krijg je dus een stelling waarin wit een kwaliteit achter staat, maar wel een aantal pionnetjes meer heeft en de zwarte koningstelling is wat open. Maar deze loper, daar beginnen de handen toch wel van te jeuken om een keertje over de diagonaal aan te gaan vallen. En nu deze lijn er ook nog bij is gekomen, heeft zwart absoluut ook kansen in deze stelling. Dus het was een onevenwichtige, interessante stelling geweest, waarin beide partijen hadden kunnen winnen. Nou, d5 wordt dus gespeeld, maar er kwam loopmaal f6. En de pointe van het hele idee van Machteld, want ongetwijfeld had ze dit ook vooruit gezien, is d4. Even een mooi tussenzetje, de dame aanvallen. De dame die trekt zich naar g3 terug, daarmee dreigt ze mat, oftewel er moet teruggeslagen worden op f6. Paard ging naar d5, de dame ging naar d6. En ja, dit is best een pittige stelling. Wat moet je doen hier? Anne die koos ervoor om de druk in het centrum te verhogen met c3. Machteld sloeg hem en waarschijnlijk ook met het oog dat deze structuur nu behoorlijk verzwakt is. Paard ging naar e7, paardmaal f6, damemaal f6, dame naar e3, de torens werden geruild. En hier koos Machteld een hele logische positionele voortzetting, namelijk de druk op beide zwakke pionnen van wit te verhogen. Maar hier had Anne een leuke zet om de druk op zwart juist weer te verhogen met wat tactiek. Dus zet hem even stil en hoe zou je hier verder gaan met wit? Nou, de manier om hier verder te gaan in deze stelling was een hele mooie zet, namelijk dame A7. En dit is echt zo'n rare zet. Waarom zou je je dame zo ver wegzetten in de zwarte stelling? Nou, de pointe wordt duidelijk als je ziet dat toren A8 niet kan vanwege dame A8, loopmalle 8. En mat op de volgende zet over de achterrij. Nou, als je dat gezien hebt, dan zie je in één keer dat er veel meer trucjes met die achterste rij inkomen. Want als de dame naar A7 gaat, dan dreig je sowieso een paardvork te geven tussen deze twee stukken. En als de dame bijvoorbeeld naar C7 gaat, dan kan je ook zoiets als paard naar C5 doen. En het probleem is hier dat, behalve dat het paard heel handig de pion op E4 dekt, deze dame die staat eigenlijk niet goed gedekt door de toren, want dan hebben we weer een achterste rijprobleem. En als de dame slaat op C5, die staat hij daar ook niet goed gedekt, want je hebt weer een achterste rijprobleem. Dus het hele idee is dat Machtels haar stelling eigenlijk niet zo veilig was over die achterste lijn, en dat dus dame A7 daarom best een goed idee was. In dat licht was het waarschijnlijk beter voor Machtels om eventjes H6 hier in te lassen en vervolgens weer verder te gaan met dezelfde soort ideeën op die zwakke plekken. Nou, dat kwam dus niet. Anne speelde helaas naar dame C6 voor haar ook niet de dame naar A7, maar speelde loper F3. En zag ongetwijfeld dat dame maal C3 dus ook niet kan vanwege die achterrijproblemen. Maar na dame C7 ging het spel verder. En Anne koos ervoor om hier F6 te spelen. En ook net als Maaike Keetman, hè, je moet winnen, dus dood of de gladiolen, hop, we maken een gat in de stelling van de tegenstander. Het was alleen net niet correct genoeg. Want na slaan en loper G4 is het grote probleem hier voor Anne dat ze een beetje stukken mist om mat te gaan zetten. En toren ging naar D8. Uiteraard werd torenruil ontweken, want ja, je wil mat zetten en dus wil je stuk op het bord houden. De dame ging naar C6. En hier zie je dat die druk toch wel behoorlijk weer op je eigen stelling komt, behalve dat ook gewoon de pion wordt gedekt. Paard ging naar A5, maar na dame E4, dame G3 en paard G6. Zie je in één keer dat Machteld heel veel pionnen en stukken om haar eigen koning heeft staan. En zelfs al dat er geruild werd en toren maar F6 werd gespeeld, staat Machteld hier gewoon een pion voor in het eindspel met een koning die veilig staat. Anne creëerde nog heel veel problemen voor Machteld in deze partij en kwam op een gegeven moment nog best wel oké te staan gezien de stand nu. Maar ze kon nergens er doorheen komen en uiteindelijk verloor Anne in het eindspel. En dat betekent dat Machteld van Vereest haarzelf Nederlands kampioen mag noemen bij de vrouwen in dit jaar. En daarmee, gefeliciteerd voor Machteld, heeft ze zich in het rijtje geschaard van haar twee broers, die ook al een keer Nederlands kampioen zijn geworden. Dus hartstikke gaaf voor Machteld, gefeliciteerd.
En ja, op naar het volgende jaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.